Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 18 januari van Weerplaza. Het was vandaag erg heftig buiten en de storm werd veroorzaakt door een laagdrukgebied. Dat lag rond een uur of elf boven ons land en trok met een westelijke wind richting Duitsland. Het veroorzaakte veel wind en ook veel schade, u heeft het buiten natuurlijk allemaal wel gemerkt. Volgens de Weercomputer trekt het systeem richting Polen, daarachter stroomt koudere lucht over ons land uit... En is kans op hagel en natte sneeuw ook van het weekend. Vanavond valt er nog een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 5 graden. En de wind neemt af naar matig tot krachtig aan zeewindkracht 6. Vannacht krijgt de buien steeds meer een winterskarakter. Daarbij is kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In het noordoosten kan het plaatselijk glad worden. Bij een temperatuur van rond het vriespunt. Elders liggen de minima tussen de 1 en de 3 graden. Morgen is het wisselend. De zon die schijnt af en toe. Soms trekken donkere wolkenluchten voorbij. Met een paar winterse buien. En het wordt smiddags 4 of 5 graden. De wind waait matig vanuit het westen, windkracht 4. Ook in het weekend hebben we nog met winterse buien te maken. Smiddags wordt het 3 tot 5 graden. In de nacht en vroege ochtend kan het lokaal glad worden. Omdat het licht gaat vriezen. En mogelijk dat het ergens wit wordt in Nederland. Na het weekend wint zachtere lucht geleidelijk aan het terrein. Eerst is nog wel kans op natte sneeuw, maar in de loop van de dag gaat de temperatuur omhoog. Het wordt 5 tot 8 graden op de maandag en dan vallen er regenbuien. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.